Nou, de niveau 3 opleiding dier en gedrag is een bolopleiding. En de opleiding duurt in zijn totaliteit 3 jaar. Dus naast te zorgen voor een schoon hok en voer en water bij de dieren, moet je ook de klanten kunnen ontvangen, ze te woord staan, telefoontjes, promotiemiddelen maken, dus postertjes of reclamefoldertjes of dat soort dingen. Maar ook een stukje kassa of betalingen verrichten en misschien ook wel wat bestellingen wegzetten. Dus een niveau 3 is al iets breder dan dat, dan buiten de verzorging van de dieren. De opleiding is opgebouwd uit 3 jaar. Leerjaar 1 ben je met name gewoon heel erg praktisch bezig. Want je moet natuurlijk de dieren goed leren kennen. Dus je moet weten wat voor voeding hebben ze nodig. Hoe zit het met de verzorging? Hoe zit het met de huisvesting? Je moet daar natuurlijk ook schoonmaken. Dus je moet ook weten hoe je een verblijf netjes moet reinigen en ontsmetten. En in leerjaar 2 hebben we natuurlijk de stukje voortplanting en stukje gedrag en trainen. Daar zit ook een officieel examen aan vast voor niveau 3 studenten. Dus een niveau 3 studenten hebben ook een voortplanting. En leerjaar 3 is eigenlijk praktisch in de zin van je moet een evenement organiseren of een activiteit met publiek erbij. Nou ja, dat maakt het dan meteen eigenlijk praktisch. De niveau 2 is echt degene die praktisch rondom de dieren werkt. Niveau 3, dus dier en gedrag in dit geval, is eigenlijk iets breder dan dat. Dus die doet ook de praktische zaken rondom de dieren, maar die is veel meer ook betrokken bij de klanten en de mensen en het publiek bijvoorbeeld. Dan hebben we nog dier en ondernemen, dat is dan niveau 4. Dat is eigenlijk, en de diplomanaam zegt het al, de bedrijfsleider. Die is degene die het bedrijf leidt of misschien zelfs eigenaar is van het bedrijf. De niveau 4'ers doen eigenlijk alles om het bedrijf draaiende te houden. De niveau 3'ers zijn eigenlijk de vaste medewerkers die gewoon zelfstandig een dag of een week kunnen draaien. En de niveau 2'ers zijn degene die gewoon praktisch per opdracht of per deeldag aan de slag zijn. Je rooster ziet er praktisch gezien vrij simpel uit. Er staat wel Nederlands en rekenen geroosterd. In sommige gevallen kan daar bijvoorbeeld ook Engels bij komen. Maar Engels is niet verplicht om te halen voor niveau 3 studenten. Dus dat kan een keuze zijn dat je dat volgt. En daarnaast staat eigenlijk alleen maar IBS op je rooster. Dat betekent integrale beroepssituatie. Dus dat is eigenlijk op dat moment een praktische opdracht waar je mee aan de slag bent. Vaak gekoppeld aan een soort type bedrijf. Dus om een voorbeeld te geven, in leerjaar 1 heb je bijvoorbeeld IBS boerderij. Nou ja, dat betekent dus dat je dan praktisch bezig bent, theoretisch bezig bent met lessen rondom boerderijdieren. Een schooljaar bestaat uit 4 periodes en 1 van die periodes is eigenlijk een beetje je stage. Dus een kwart schooljaar loop je stage en dat doe je eigenlijk ieder jaar weer opnieuw. Heel makkelijk gezegd, overal waar dieren zitten kun je dus stage lopen. En bij niveau 3 is dat bijvoorbeeld ook mogelijk in een dierentuin. Ja, bij niveau 3 krijg je ook de mogelijkheid en de optie om in het buitenland stage te lopen. Het is niet verplicht en hij zit eigenlijk in leerjaar 3. Dus je moet wel nog eventjes 2 jaar geduld hebben en 2 jaar goed doorlopen om in leerjaar 3 dan naar het buitenland te kunnen. De dieren die niet aanwezig zijn op school, die zoeken we eigenlijk op in het bedrijfsleven. Dus even een makkelijk voorbeeld, er zijn bijvoorbeeld geen varkens of koeien zomaar op een schoolgebouw te vinden. Dus dan is het eigenlijk veel leuker en leerzamer om dat op te zoeken in het bedrijf. Nee, je hoeft thuis geen huisdieren te hebben. Nou ja, goed, heb je ze wel, dan heb je natuurlijk een mooie ervaring. Maar het is niet verplicht om thuis huisdieren te hebben. Nou ja, wat ik verwacht van de studenten die gaan komen voor dieren en gedrag is dat je in basis, en dat klinkt heel logisch waarschijnlijk, maar dat je een bepaalde passie hebt voor dieren. Dus je wil graag iets met dieren doen, praktisch ingesteld, dus ook veel in de praktijk met dieren willen werken. En daarnaast moet er een bepaalde bereidheid zijn om dus ook iets met mensen te gaan doen. Want aan dieren gekoppeld zitten dus vaak de mensen die erachter zitten. Nou, je hoeft niet per se hele specifieke materialen aan te schaffen. Er kan een optie worden aangeboden dat je bijvoorbeeld wel nadenkt over bepaalde werkkleding of werkschoenen. Dat is natuurlijk wel fijn om te hebben als je op stage gaat of als je praktisch op school met de dieren in het lokaal aan de slag bent. En daarnaast is eigenlijk het hebben van een laptop eigenlijk je grootste kostenpost, zeg maar, die je van tevoren moet hebben of dan nog moet aanschaffen.
Op het moment dat je door de week op school bent, dan roosteren we ook bepaalde momenten in dat je dus aan bepaalde opdrachten kunt werken. Dus je bent niet alleen maar bezig met theorielessen of met praktijklessen, maar ook wel met projectmatige lessen of procesuren, werkuren. Ja, en daarnaast zul je dus moeten kijken of dat dan voldoende is voor jou of dat je dus nog thuis wat meer moet doen. Op het moment dat je een niveau 3 diploma hebt behaald, dan zou je dus kunnen doorstromen naar niveau 4. Binnen de opleiding dier is dat dus dier en ondernemen. Maar je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om bij een andere school of een andere opleiding te starten. Want met het behalen van je niveau 3 diploma mag je eigenlijk alle niveau 4 opleidingen beginnen. Overal waar dieren zitten en waar je dus in theorie ook stage kunt lopen, daar kun je dus ook komen te gaan werken. Maar wat dierbedrijven heel snel doen, is dat ze putten uit hun stagiaires of uit oud-stagiaires die al eerder een keer op het bedrijf zijn geweest. Dus het is met name heel belangrijk dat als je ergens stage loopt, dat je daar dus een goede indruk achterlaat. En dan zie je dat heel veel bedrijven dus terugpakken naar hun stagiaires en dan vragen aan die mensen van goh, hè, je bent hier al een keer geweest, we kennen je, we weten een beetje hoe het werkt, we weten dat het klikt, wil je hier komen werken? Waarom je voor dier en gedrag moet kiezen? Op het moment dat je dus echt praktisch bezig wil zijn met dieren, maar met name ook wel interesse hebt in het stukje gedrag rondom dieren, het stukje voortplanting, maar ook de passie wel een beetje hebt met klanten of bezoekers, dus dat je ook hun wil voorlichten of dingen wil verkopen of dat je hun wilt informeren, dan zit je bij ons op school op de juiste plek.